Goedenavond. Mijn naam is Ineke Hilhorst en samen met het Brinkhuis en Pakkend Media Producties organiseer ik een aantal gesprekken hier in het Brinkhuis met als thema Wat betekent vrijheid voor je? En vanavond kunt u kijken naar Wim Jordaan die in gesprek gaat met Libanon-veteraan Hans Wilkes. Hans, welkom. Goedenavond. Dank je. Nou, Ineke zei het al, we kennen elkaar niet. Nee. We konden elkaar niet eens de hand schudden. Maar we hebben wel afgesproken dat we elkaar vanavond tutoieren. Dat maakt het gesprek een stuk makkelijker. Ik zou je heel graag even terug mee willen nemen naar het jaar 1979. Het jaar dat de Sjaar van Perzië wordt afgezet. Ja. Idi Amin moet vertrekken. En Groot-Brittannië krijgt de eerste vrouwelijke premier in Margaret Thatcher wordt dat. Ja. En in datzelfde jaar besluit een 23-jarige Hans Wilkes om te tekenen voor een missie die wij nu inmiddels allemaal kennen als de UNIFIL-missie, de Blauwe Helmen naar Libanon. Waarom? Ja, dat is een goede vraag, Wim. Dat is nog maar de eerste vraag. Ja, het waarom is inderdaad een hele lastige vraag. Ik was vandaag toevallig bij mijn moeder in Ede, die ik help, hè, want ze is 86, mantelzorg. En daar heb ik ook met haar over gehad. En toen vertelde zij ook van, ik kan me nog goed herinneren dat jij op een gegeven moment bij ons aankwam met het verhaal, ik ga naar Libanon. En ik zeg, wat herinner je dan nog precies? Nou, ze zegt, ik weet nog dat je vader zei, en die zit in een verzorgingstehuis in Wageningen, iets verderop, dat je vader zei, hij heeft niet één gaatje in zijn kop, hij heeft 3 gaatjes in zijn kop. Dus die vond het heel dom wat ik deed. Die zei, je moet wel echt gek zijn, wil je daar naartoe gaan. Ja. Mijn moeder stimuleerde me op een andere manier. Die zegt, ja, God zat er ook geen invloed op. Ik heb daar zelf een besluit voor genomen. Maar die stond er meer achter. Hè. Die begreep het ook wel waarom ik het deed. Maar het waarom hè, zit heel sterk in een stukje voorgeschiedenis. Ik werd opgeroepen in militaire dienst in 1978-5. En toen begon ik in Ermelo bij het kader, officiersopleiding, zeg maar. Dat heb ik een aantal maanden gedaan en toen ben ik overgestapt naar het KCT, dus Korps Commando Troepen. Ik heb daar ongeveer een maand of 4 gezeten. Dat is in Roosendaal? Dat is in Roosendaal, ja. Ik heb 4 maanden de commandoopleiding gedaan. En op een gegeven moment kwam er een wervingsofficier langs uit Den Haag. En die zocht eigenlijk een plaatsvervanger van iemand die naar Libanon moest. Maar waarvan ze het gevoel hadden, waarvan ze dachten, die kan de spanning niet aan. En het was een positie als pelotonscommandant, dan stuur je een kleine 40 mensen aan, op een tamelijk afgelegen plek, de meest afgelegen plek. En zij durfden dat met hem niet aan en kwamen bij ons langs om te kijken of er misschien iemand was die dat wel wilde of wel durfde. En daar heb ik mijn vinger op gestoken, ja. Toen ben ik gegaan, ik had gedacht, ja, waarom ook niet? Zat daar iets van idealisme achter? Niet zo heel veel. Nee. Ik zat bij die commando's. Ik ben er ook naartoe gegaan omdat een maatje van me uit de opleiding, uit de officiersopleiding, mij daar gek voor had gemaakt. Van joh, dat is goed voor je conditie, goed voor je mentale weerstand. En dat is ook zo, want je wordt aan alle kanten natuurlijk getest daar, en zeker als kader. Maar ik zag op een gegeven moment ook wel van ja, dit is misschien 4 maanden in de opleiding, hè, tot aan je baret, wel leuk. Maar om nou mijn hele diensttijd bij die commando's te zitten, dat trok mij ook niet zo. Nee. Nou was het zo dat in dat jaar kreeg Nederland eigenlijk als een duveltje uit een doosje kreeg dat verzoek van de Verenigde Naties van willen jullie ons helpen in Libanon? Ja. Voor die tijd heeft Nederland zich al eerder aangeboden, was al volgens mij al 1965. Maar er werd nooit een beroep gedaan op Nederland, omdat onze reputatie in Indonesië en Nieuw-Guinea stond dat een beetje tegen. Ja, ik kan me voorstellen. En in één keer kreeg het kabinet dat verzoek. Het gaf nog wat schrubbels in de Tweede Kamer. Ja. Maar was jij daar zelf als 23-jarige mee bezig met die discussies? Nee, en volgde je dat? Nee, absoluut niet. Dat gebeurt, dat is een politiek besluit waar je als jonge man van 23 niet zo mee bezig was. Nee. Ik weet wel dat ik destijds... voordat ik in dienst ging, had ik mijn vooropleiding, de HEO-studie in Arnhem, afgerond. En 3 maanden later werd ik opgeroepen om in dienst te gaan. Ik volgde natuurlijk wel dat er inmiddels inderdaad ook de besluiten waren genomen om voor het eerst sinds lange tijd een missie te sturen naar Libanon. Maar ik heb me er niet bij gerealiseerd dat dat een heel uniek moment is, omdat het zo lang heeft geduurd voordat ze zijn gegaan. Nee. Absoluut niet. Nee, nee. Ik zat meer vanuit de gedachte daar toen ik daarvoor gevraagd werd.
van ja, er is een probleem binnen Defensie. Er is iemand die het waarschijnlijk niet aan kan, die positie. Ze komen bij ons vragen en we hadden 3 officieren, of aankomende officieren, die daar mogelijk geschikt voor waren. En ik heb mijn vinger opgestoken. Nou was ook een beetje vanuit de, misschien wel de uitdaging. Avontuur. Het avontuur. Ja. Het onzekere, ja, dat trekt mij altijd wel. Het ondernemerschap misschien een beetje. Ja. Ja. En nou was Nederland was in principe niet echt voorbereid om zo'n missie zeg maar, daar te gaan uitvoeren. Mm-hmm. Er stond al die tijd al in Havelt al jaren iets klaar om eventueel een missie te kunnen doen. Maar dan beland je in één keer als Nederland in een strook. Ja. Daar in Libanon. Ja, maar hoe zijn jullie daarop voorbereid? Ja, dat moest allemaal in een hele korte tijd. Ja, dat klopt. Ik zelf in iets kortere tijd dan de manschappen. En de soldaten die daar naartoe gingen, nou, want die ging met een bepaalde lichting mee. En die lichting die zaten in een verwarmd bad eigenlijk. En op een gegeven moment gebeurde dan zeg maar datgene wat ik net vertelde. Hè, dat er een van de kaderleden waarschijnlijk niet bestand was tegen die positie die daar moest innemen. En ben ik naar Assen gegaan. In Assen zat het VND-detachement. En ik heb daar eigenlijk een spoedcursus van een maand gehad. In die maand hebben ze mij natuurlijk alle ins en outs van wat je daar kan tegenkomen zo goed mogelijk en zo kwaad mogelijk proberen bij te brengen. Het was ook een panzerinfanteriebataljon, dus er werd mij ook een aantal dingen geleerd in korte tijd die ik daarvoor nooit geleerd had. Hè, zoals het rijden van een panzerwagen en dat soort zaken, want we gingen daar met panzerwagens naartoe. En je werd in die maand aan alle kanten medisch onderzocht en getest en voorzien van de nodige prikken. Ja. En toen, na die maand gingen we weg, gingen we het vliegtuig daar naartoe. En ik moet zeggen, het was toch wel enerzijds een warm bad, hè, want je komt toch in een setting waar al langere tijd, een maand of 3-4 langer, geoefend werd en men bezig was met de grote stap naar Libanon. Maar ik moet zeggen, ik heb nooit het gevoel gehad dat het Nederlandse detachement, het bataljon eigenlijk, dat niet voorbereid zou zijn op hun missie, omdat het lang geleden was dat ze iets dergelijks hadden gedaan. Nee. Tegendeel, ik heb heel vaak ook vanuit dat bataljon en vanuit de compagnie waaronder ik diende, heel vaak steun verleend aan de omliggende gebieden die werden ingenomen door bijvoorbeeld de Ieren of de Fiji's. En nee, ik had niet het gevoel dat wij daar zaten van, de groentjes, hè, die het na zoveel jaren ook weer eens een keer gaan doen. Nee. Tegendeel. Uiteindelijk belanden jullie daar met zoveel mensen daar in zo'n strook, met verschillende posten. Klopt. Wat gebeurt er dan met je? Want je komt uit een vrij Nederland en in één keer zit je tussen allerlei strijdende partijen, die je dan misschien in die 2 maanden vooropleiding allemaal voorbij hebt zien komen. Ja. Al die strijdende partijen zitten niet op je te wachten, want nee. die vinden het eigenlijk heel vervelend dat je daar rondloopt. Klopt. Met die blauwe helm. Ja, hebben wat doet dat met je? Niet alleen als compagnie of maar ook als mens. Ja, ze kijken hier wel een beetje met de nek aan, hoewel ik zelf niet heel dicht bij een dorp zat. Ik weet van mijn collega's die in dorpjes als Yatar en Haris zaten. In Yatar zat de compagnie en Haris had het bataljon. Dan zit je midden in een dorpje, moet je ook niet heel veel bij voorstellen. Hè. Er wonen een paar honderd zielen. Maar die werden heel goed door die burgerbevolking daar opgevangen. Het was niet zo dat wij als een soort paria's behandeld werden. Ik lees nu ook nog regelmatig blogs, zeg maar, of sorry, stukken van oud-collega's, hè, die daar ook geweest zijn, die daar na zoveel jaar weer naartoe terugkeren. En dan, als helden ontvangen is niet het goede woord, maar die worden met heel veel respect en egards ontvangen door de burgemeester van het dorp waar de Nederlanders vroeger, zeg maar, neerdaalden, neerstreken. Dus op zich alleen maar blije mensen eigenlijk. Ik zelf zat helaas, achteraf gezien, op een zeer afgelegen post, waar ik alleen met die 40 man zat. Ja. En waar ik wel merkte dat er 2 partijen waren. Eén partij die aan de overkant hoger op een berg zaten. En dat was eigenlijk een vooruitgeschoven positie van het Israëlische leger. Dat waren de phalangos, de militia, onder leiding van majoor Haddad. Die zaten eigenlijk aan de ene kant van het dal, hoog op de berg, voorzien van punt 30... machinegeweren. Wij zaten op een lager plateau. En tussen dat hogere plateau en dat lagere plateau lag een dal, de Wadi.
En door dat dal kropen, 's nachts, de Palestijnen. Ja. Ja, die probeerden altijd door dat dal richting Israël te komen. En daar zit je tussenin eigenlijk. Maar ja. Ik moet zeggen, ik heb nooit het gevoel gehad dat we daar met de nek aangekeken werden door de burgers. Maar de mensen die daar zaten, die waren wel blij met onze aanwezigheid. Je beschrijft de situatie zoals die ter plekke was, op die vooruitgeschoven post. Ja. Terwijl er ook mensen inderdaad in kleine dorpjes ja. zaten. Werden jullie goed voorbereid op die hele complexe situatie die daar al heel lang was en in 1975 uiteindelijk uitmondde in die burgeroorlog? Ja. En wat je zegt, ik heb niet het idee dat wij aan een missie begonnen zonder dat we voorbereiding hadden, maar dat was misschien materieel. Ja, materieel die situatie was in Libanon is natuurlijk was ontzettend ingewikkeld. Complex, ja. Zeer complex, zoals die nu nog steeds complex ja, is. Ja, nog steeds, ja. Ik denk ook. Als ik, of kan je daar mensen op voorbereiden? Heel dat lastig. Een eerlijke vraag. Ja, dat is heel lastig. Het is een ongrijpbaar iets. Het was er 1000 jaar geleden. Het was er in 1979. Het is er nu nog steeds. En ja, ik ben een optimist van nature, maar ik denk dat het er over 100 jaar nog steeds is. Ja. Het is niet iets wat je oplost, makkelijk. Nee. Zeer complex. Aan het einde van dit jaar, of in oktober, wordt herdacht dat de Verenigde Naties zijn opgericht. Die zijn opgericht om conflicten te beslechten en intermediair of als in ieder geval ertussen te zitten. Ja. Er zijn ontzettend veel missies geweest, dan zit je daar zelf. Ja. Ervaar je dan ook daadwerkelijk dat je bijdraagt aan een stukje veiligheid of misschien wel vrede? Ja, absoluut. Regelmatig werden wij ook ingeroepen om conflict situaties en die ontstonden ook vaak tussen bijvoorbeeld dorpen onderling. Hè. Dat was het ene dorp, het andere dorp, over een soort hoofdweg aan het bekogelen met stenen. Dat doen ze nogal snel natuurlijk in die regio. Ja. En dan worden wij ingeroepen om dat conflict te slechten. Ja. We werden ook bijvoorbeeld, of toevallig werd ik ingeroepen om een keer naar een dorp te gaan bij de Ieren. Hè, want de Ieren konden de spanning niet aan, want Major had dat. Die kwam met een grote witte tank dat dorp inrijden. Maar de Ieren hadden geen panzer. Die hadden geen panzerwagens en dat hadden Nederlanders wel. En dan werden wij gevraagd van, kunnen jullie bijspringen? Kunnen jullie helpen? Dus wij gingen met een aantal panzerwagens ernaartoe. En dan ontstaat er wel een gespannen situatie. Hè? Want op een gegeven moment sta jij op een soort T-splitsing. Een weg die leidt naar een T-splitsing. Daar staan wij te wachten, want hier is de grens. En tot hier en niet verder. Mm-hmm. Hè? Want zowel de Palestijnen hadden die grens te eerbiedigen, maar ook het vooruitgeschoven leger, wat daar ook zat, hè? De flangies, zeg maar, die hadden ook een grens te eerbiedigen. En op een gegeven moment zie je dan toch, of je hoort eerst, dat deed me denken een beetje aan de Tweede Wereldoorlog, uit films, hè? Ik ken die natuurlijk alleen maar uit films, mm-hmm. dat er in Normandië een tank een dorpje in komt donderen, hè? Dat de vloer gewoon trilt van zo'n tank. Mm-hmm. En dat hadden wij daar op een gegeven moment ook. Er kwam een witte tank, hij was wit, ik zal het nooit vergeten. Die kwam op een gegeven moment die T-splitsing oprijden en reed ons tegemoet. Eerst met de loop naar achteren, maar na verloop van tijd draaide die koepel om en ging die loop gewoon recht op onze auto, onze panzerwagen. Dat is wel spannend, ja. Ja, dat is echt heel spannend. Achteraf weten we nu ook dat de mensen die daar gezeten hebben, in totaal 9000 Nederlandse militairen, ja. dat die heel vaak in gevaarlijke situaties zijn geweest. Klopt, en dat het veel gevaarlijker was dan aanvankelijk werd voorgesteld. Sterker nog, de beeldvorming, zelfs in de wervingsfilmpjes van Defensie, waren toch jongens op het strand in Haifa. En is ook zo. Dan beland je. Is zo. Ik. Hoe gingen jullie om met die beeldvorming? Want in Nederland was misschien bij een groot deel van de bevolking nog wel het idee van, nou, dat is een soort pretmissie. Ja, nee dat. En dan zie je zo'n tank op je afkomen. Ja, ik had niet het gevoel dat er in Nederland zo over die missie gedacht werd, hoor. Het zou kunnen, maar ik, toen ik daar zat, had ik dat gevoel absoluut niet. Natuurlijk zit ook in het, misschien wel in het heetst van de strijd, want je zit toch tussen twee conflicterende partijen. Ik kan me ook nog herinneren dat op enig moment werd ik ook gevraagd een missie te leiden naar een dorpje dat heette Kana. En halverwege de route daar naartoe, we gingen ook met een aantal jeeps en panzerwagens daar naartoe, er was een conflict, er werd geschoten. Kreeg ik opdracht van mijn baas, dat was de kapitein, ik was een luitenant. En die kapitein die zei, Johans, jij bent een dienstplichtig luitenant. Ik vind het een te risicovolle operatie en ik ga
jouw vragen straks in de jeep te stappen en terug te keren, want ik stuur mijn second. Ja, ja. En de second van de kapitein was een twee sterren luitenant, zeg maar. En dat was ook iemand die de KMA had gedaan, die beroeps was. En die nam het van me over. Jij kon terug. Ik kon teruggaan, maar het is wel fout gegaan. Want deze luitenant De Bruin, aardige man, ik was nog op zijn huwelijk voordat wij naar Libanon gingen, die werd er wel door zijn ruggenmerg geschoten en, ja, en had sindsdien een dwarslesie. Ja, verschrikkelijk. Dus dat, maar inderdaad, het is daar veel spannender dan ik ook zelf had gedacht. He, toen ik daar was, heb ik toch wel regelmatig onder vuur gelegen. Ook regelmatig, ook in dat kleine kampement waar ik dan zelf de baas van was, als luitenant, zeg maar. Zaten we met 40 man, hadden we wel een shelter, hè, voor de mortiergranaten, die regelmatig toch ook links en rechts naast je inslaan. En ik had me dat zelf ook niet voorgesteld, dat er zoveel toch in een vredesmissie letterlijk met scherp op of over je heen wordt geschoten. Nee, precies. Dat is absoluut. En jullie zaten daar puur voor een uitvoerende taak en dat was vooral heel neutraal zijn. Het mandaat was vooral overal toestemming vragen. Dat absoluut. Was een beetje het mandaat. Absoluut. Ja, ik heb het één keer niet gedaan. Heeft dat ter plekke de persoon die, zeg maar, voordat hij naar Libanon ging en die daar zat en daarna, heeft dat ook jouw blik op het Midden-Oosten? Heb je van tevoren misschien een visie op? Is die veranderd daardoor? Nee, ik denk dat het is een brandhaard. Het was een brandhaard. En helaas denk ik dat het dat voorlopig wel zal blijven. Het is te veel. Het zit te veel in het DNA van die bevolking. Ik denk dat dat niet zomaar met een paar generaties weg is of opgelost is. Helaas. Heb je enig idee hoe het komt dat... we hebben natuurlijk daarna nog grote missies gedaan als Nederland. Mm-hmm. In de Balkan bijvoorbeeld, die nog erg in Bosnië. Ja. Dat de Unifil-missie een beetje een vergeten missie is geworden. Ja, ik voelde me daar ook in die periode dat ik zat niet echt vergeten. Ik kan me ook herinneren dat er ook wel overheidsfunctionarissen, en dat was destijds minister of staatssecretaris van Defensie, de Guy Fortman, de moeite namen om daar naartoe te gaan. En ik weet ook niet hoe er in die periode dat ik daar zat, hoe er in de pers, de Nederlandse pers, werd geschreven. Want ik weet nog wel dat we smeekten om post. We sturen ons post, vooral familie, vrienden. Maar de krant of zo lazen we daar niet. Je bent echt volledig geïsoleerd. Nou, om een voorbeeld te noemen over alle missies die daarna geweest zijn, waar Nederland aan deel heeft genomen, zijn zulke dikke onderzoeken uit voortgekomen. Ja. Over Unifil missie in Libanon is nooit één iets op papier gezet. Bizar. Terwijl er, dat weten we nu, heel veel mensen daar vandaan komen met wat we nu weten PTSS is. Ja, weet ik. Maar dat werd helemaal geen notie. Dat was helemaal geen notie. Ik denk dat het ook iets nieuws is, wat daar is ontdekt. Niet dat het daarvoor niet bestond. Hè, want ik denk ook dat de Nederlanders die voor de Libanon-periode bijvoorbeeld naar Indië zijn gegaan, dat die net zoveel onder stress en onder vuur hebben gelegen en daar mogelijk ook hetzelfde probleem opgelopen zouden kunnen hebben, dan dat pas eigenlijk later in Libanon werd onderkend. Ja. Ik heb een... Nou, het was niet recent. Ik denk een jaar of 10 geleden was een van mijn laatste reunies die ik bijwoonde. En toen kwam mijn toenmalige baas, de kapitein Harting, die helaas vorig jaar overleden is, die kwam naar mij toe en die zei: Hans, wil je wel geloven dat in jouw peloton het grootste aantal posttraumatische stresssyndromen zich hebben voorgedaan. En hij noemde een percentage en dat zat echt boven de 10%. En kon hij aangeven waarom dat juist bij jullie zat? Nou, ik zei ook van, heb je daar een verklaring voor? Waarom denk je dat? En hij wijtte dat ook, of hij weet het ook een beetje aan het feit dat wij een behoorlijk afgelegen positie hadden en toch wel regelmatig onder hoogspanning hebben gelegen. Ja. We hebben regelmatig ongevraagd vuur over ons gehad, waarbij ze de berg links en rechts van je met lichtspoormunitie in de fik steken. Ik heb vaak jongens s'nachts die me uit mijn bed belden. Niet dat ik niet meeging, maar ik ging vaak genoeg mee, hoor. Maar die me dan uit mijn bed belden, terwijl ze in het dal zaten beneden. Van luitenant, het gaat nu gebeuren. Hè? Er is hier onraad. Hè? Er komen een aantal mensen aan die hier niet horen te zijn. Nee. En toen dan zei ik van, nou jongens, maak je geen zorgen. Ik ga een belletje doen met de mortieren.
En dan, ja, niet dat ik een mortier erop afschiet, maar dan schiet ik, dan zeg ik, dan vraag ik een zonnetje aan, stuur eens een kaarsje, jongens. Ja. En dan hoor je 3 seconden later, heel in de verte, want die liggen 30 kilometer bij je vandaan, hoor je een doffe plof. En dan gaat die kaars de lucht in en die wordt dan precies op de kaartcoördinaten die ik doorgaf, waar die mannen zaten in het donker, 3 uur 's ochtends, kwam er een zonnetje naar beneden aan een parachutje. En dan kon je precies zien wat daar in de dal gebeurde. Ja. En dan was het meestal een groot stekelvarken. Dat is niet zo'n beestje hoor, dat is echt zo'n jongen. Die daar in de buurt zat, waar ze bang schrik, ja, je zijn allemaal stress, ja, stress ja, hè. Ja. Ik sprak laatst ook, ook weer tijdens die laatste reunie, mijn hospik, zoals dat heet. Hè, dat was de medische jongen die de mannen een spuit gaf als ze gebeten waren door een schorpioen. Hè, mij ook wel eens. En die kwam ik tegen met zijn vrouw op een reunie. En op een gegeven moment ging hij naar het toilet. En er kwam de bediening kwam een blikje cola brengen. En die vrouw wist niet hoe snel ze dat blikje cola weg moest doen. Ik zeg, hoe is er aan de hand dan? Nou, als hij terugkomt en hij ziet dat blikje cola staan, dan denkt hij dat het geboobietrapt is. Okay. Dus die mensen die dat zo intens beleven, die nemen dat 30 jaar later nog steeds mee. Nou ja, kijk, je gaf het al aan in het begin dat je zei van, nou, het was niet eens groot idealisme. Het was eigenlijk een hele praktisch antwoord op een praktische vraag. Ja, en misschien een beetje avontuur. Ook een beetje, ja. Dan lig je daar en dan wordt er over en weer geschoten dwars over je heen. Ja. En als je dan het grote geheel van de wereldproblematiek even vergeten en je denkt aan je eigen rol daarin, is die rol van veiligheid en vrijheid, wordt die prijs dan niet te hoog? Heb je niet het gevoel gehad toen je daar lag van ik wil naar huis, snel? Ik heb het 1 keer gehad. Ik heb 1 keer gehad en dat ik ging tamelijk laat op vakantie en we hadden de mogelijkheid om 1 keer in dat half jaar dat je er zit, 2 weken uit mijn hoofd op vakantie te gaan. En heel veel mensen gingen naar Israël. Naar de havensteden daar om een lekker biertje te drinken, de bloemetjes buiten te zetten. Ja. En een groot deel ging naar huis. En die hadden een vriendinnetje thuis zitten of wat ook. Dus die gingen naar huis. Nou, ik had geen vriendin, maar ik ging ook naar huis. Ik dacht, ik ga lekker naar huis. Ik heb helemaal geen zin om naar Tel Aviv te gaan. Dus ik terug naar Nederland. En het was 2 weken voordat we terug zouden keren. Dat ik weer terug moest naar dat oorlogsgebied. En ik zei nog tegen mijn moeder, ik heb er geen ene reet zin meer in. Het is echt vreselijk daar. Ja. En toen had ik zoiets van, het is toch wel vreselijk lekker om hier in een vrij land te wonen. Ja. Dat is zo, zo ongelooflijk heerlijk. Want zo'n missie, die duurt een bepaalde periode, een aantal maanden. Want er zijn in totaal 7, 8, 9 verschillende lichtingen naar Libanon gegaan. Ja. Dan kom je uiteindelijk weer thuis en je pakt je eigen leven op. Dan blijf je, denk ik, de situatie daar volgen uit belangstelling. Ja. Dat zullen heel veel mensen gedaan hebben. Ja. Heeft het je gevoel, het idee over veiligheid, is dat veranderd bij je? En over vrijheid? Nee, het is alle partijen, hè, of het nou de Amerikanen zijn die her en der in de wereld de brandjes blussen, of het VN-detachement of het VN-leger, die ertussen gaan staan. Om brandjes te blussen. En natuurlijk heeft dat effect. Hè, want anders was het brandje wellicht veel, veel heftiger, veel erger geweest. Ja. Maar ik zit in diverse, laat ik zeggen, communities. Hè, ook van ex-Libanon-veteranen. En die zie je dan toch wel heel regelmatig ook weer de mensen herdenken die daar overleden zijn, die daar gestorven zijn. Ja. Er is zelfs zo'n en er zijn er weer veel te veel. Regelmatig gaan er mensen ook nog terug, hè, in groepsverband. En dan bezoeken ze ook. En heb je dat zelf ook gedaan? Nee, heb ik niet meer gedaan. Nee, ik merk ook dat er heel veel jongens waren die dit eigenlijk als hun piek in hun leven hebben beschouwd. Hè, dat was voor hun de piek geweest. Hè. Een ander krijgt niet, misschien de piek. Niet, is dat niet treurig als je dan terugkijkt en je hebt op je 23e je piek? Ja, er zijn er heel veel. Die er zo in staan. Die dat echt de piek van hun leven vonden. Ja. He, terwijl, is dat kameraadschap? Of ja, wat ik je denk, vaak hoort bij oud-militairen? Ja, ik denk ook wel dat. Want ik heb ook wel eens uitnodigingen gehad voor andere reunies. Hè, dus van de mensen die op die officiersopleiding zaten. Of van het KCT in Roosendaal. Daar hangt een andere sfeer. Dan de reunie die ik mee heb gemaakt, die ik ook bleef meemaken in de eerste jaren, van Libanon. Ja. Als je met elkaar inderdaad in de loop van het geweer kijkt, want dat doe je gewoon regelmatig,
dan ontstaat er een andere band dan wanneer jij 12 of 16 maanden je militaire dienstplicht vervult, keurig je wacht loopt om een kazerne of een munitiedepot. Dat is toch anders dan wanneer je echt in het toch wel een beetje het hol van de leeuw zit. Ja, heb jij, want het is niet zonder risico. Heb je het gevoel dat je wel eens jezelf hebt moeten verdedigen? Ook je ligt daar, je bent bezig met vrede en veiligheid. Een buffer ben je in feite voor een, mm-hmm. bij een conflict. Ja. Heb je aan mensen in Nederland kunnen uitleggen, vrienden van die tijd toen je terugkwam, van nou, wij zaten daar echt wel met een reden? Nee, ik heb daar nooit over hoeven verdedigen. Het was niet zo van, of dat, het werd ook niet veroordeeld, absoluut niet. Nee. Ik heb me daar wel een keer zelf in Libanon zelf moeten verdedigen. Ja, niet in de mantel geveegd of zo, maar dat je wel op een gegeven moment zoiets hebt van, joh, tot hier en niet verder. Hè? Want de twee partijen, die testen je gewoon uit. Hè? Die zijn permanent bezig de grens op te zoeken, net als kleine kinderen. Ja. Dus dat heb ik vaak meegemaakt, maar niet dat ik me achteraf over de missie, hè, die wij als Nederland hebben gehad daar, heb moeten verdedigen, absoluut niet. Is het de moeite waard geweest? Zeker. Ook voor jezelf? Ja. Ik krijg niet de indruk dat het de piek van je leven is geweest. Dat is niet de piek van mijn leven. Maar ik moet zeggen, het zit wel op je ziel. Ja. Het is, maar je niet, praat er inderdaad nog heel... Ja. Het is ook iets wat gisteren je, is gebeurd. Ja, dat zijn... mijn schoonzoon heeft het vaak over... als we iets leuks meemaken. Dit is een sieraad voor de geest. Ja. En dat klinkt gek als ik dat nu zeg over de situatie waarin je daar zat, want het is eigenlijk helemaal geen sieraad. Maar het is wel iets wat je nooit meer vergeet. Het zijn echt van die momenten die gaan gewoon op de harde schijf en die gaan er nooit meer af. Op het moment dat wij, we gaan het binnenkort weer meemaken volgende week, de dodenherdenking. Ja. Gaan jouw gedachten dan in die paar minuten uit naar Libanon? Absoluut, ja. Want er zijn toch een paar mensen die ik goed ken, die het niet hebben gehaald. Nee, precies. Ja. Dankjewel. Ja. Graag gedaan, Wim. Wat een verhalen, zeg, van die Hans. Ik kan echt uren naar hem zitten luisteren. En als u dat gevoel ook hebt en u wil het nog een keertje terugkijken, of u wil anderen attenderen op dit gesprek, dan kunt u morgen naar de website gaan van het Brinkhuis, www.hartvanlaren.nl. En daarop staat dan een podcast van dit gesprek. Dan kunt u dus nog een keertje terugkijken. Maar u kunt naar diezelfde website nu, om te gaan kijken naar deel 3 van de serie documentaires die ik maakte over de Tweede Wereldoorlog onder de titel 40 jaar na dato. Met veel archiefmateriaal en interviews met mensen die de oorlog nog hadden meegemaakt. Dat kon nog in 1985. Nou, morgen om 7 uur precies gaan we weer live vanuit het Brinkhuis. Dan praat Mireille Bekooi met Jaap Wertheim. Jaap overleefde de oorlog. Hij zat ondergedoken hier in Laren op Steenbergen als klein jongetje. En dit Brinkhuis was toen zijn onderduikschool. Dat wordt ook een heel boeiend gesprek, want Jaap is een geweldige spreker. Graag tot morgen.